Oké, weg. Rustig blijven lopen. Rustig blijven, dan kan hij je niks maken. Dan ziet hij je niet. Don't move a muscle. Misschien ziet hij me niet. Hij ziet me wel! Motherfucker. Donkere en duistere tijden komen eraan. En daarom doe ik iets heel onverstandigs. Ik zet allemaal kaarsjes om me heen aan. Want het is Halloween. En bij Halloween... Ah, lekker altijd die geur van lucifers. Bij Halloween hoort een horror let's play. Ik ga vandaag Through the Woods spelen. En Through the Woods, dat is een game die ontwikkeld is door Antagonist. En uitgegeven door 1C Company. Ik had nog nooit van de game gehoord, totdat ik hem in een e-mailtje voorbij zag komen in een persbericht. En toen keek ik de eerste 10 seconden van de trailer en toen had ik zoiets van... Dit Noorse horrorverhaaltje, dit ga ik spelen. Het spel dat gaat over een moeder en een zoon die vermist wordt. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dit gaat voortbrengen. Oké, nou dit is Noorwegen. Als ik later groot ben, dan ga ik hier wonen. Noorwegen, Zweden, Scandinavië. Wat is er... Kijk dan, nou... Als je dit ziet, dan wil je toch nergens anders meer wonen. Lekker zo'n cabin in the woods. Ik weet niet of jullie die horrorfilm gezien hebben, maar dat is wel een van de betere horrorfilms. Dus mocht je vanavond niks te doen hebben, wil je een beetje griezelen met je vriend of vriendin. Cabin in the woods. Nou, daar lopen ze hoor. Moeder en zoon. En van die lelijke kleding. Ik ga uitforsken litt, mama. Oké. Men ikke gå ned til bryggen da. Den er piller opp. Ja da. Nou, we mochten niet naar het steigertje gaan. Dus wat doen we dan? We gaan naar het steigertje toe. Niet op het steigertje. Kom maar. Nou. Dit steigertje, dat kwam zo onheilspellend in beeld. Daar moet wel iets mee gaan gebeuren. En nu krak ik er doorheen! Dat is ook niet bang. Of niet. Nou, gaan we naar het huisje toe. Nou, dan gaan we ons eventjes onze handjes verwarmen aan het haardvuur binnen. En langzaam pent de camera naar achteren. En gaat de tijd een stuk sneller. Het cinematografische effect. Alleen binnen bewegen ze niet heel snel. Het is een soort timelapse gemixt met een reality shot. En het is donker. Over donker gesproken, ik weet niet of jullie wel eens naar Scandinavië zijn gegaan. Maar in Scandinavië wordt het in de winter echt heel vroeg donker. Daar is het gewoon om 3 uur. Is het daar gewoon echt gewoon donker. Oh, we hebben een zaklampje. Nou. Oké, nou we blijven wel even in de buurt van mama. Want als we niet in de buurt van mama blijven, dan zijn we straks in Sjaak. Dan zijn we in één keer verdwenen. En dan gaat het helemaal mis. Nou, geef eventjes de zaklamp over. Ja, we wachten hier. Wat denk jij? We blijven nu gewoon in de buurt van onze zoon. Want je weet het, hoe dit gaat in dit soort spellen. Ik bedoel, straks zijn we hem kwijt. Kan we vinden op een gay kwijt? Mama, jeg prøver liksom å tisse her. Oh, der sitter jo. Kakkezoon. Kakke. Wie? Van die vieze vliegjes die eromheen vliegen. Oké, nou, we moeten onze mond houden. Gaan we eventjes, kunnen we hem hier ook zien? Kan du gå litt vekk? Jeg klarer ikke mens du står der. Oké, lille man. Jeg går bort nå. Nou, ik weet niet of het handig is om nu weg te gaan van hem, hoor. Hou hem in de gaten. Oké, prachtig. Hey! Ben je klaar, lille man?
Nee. Wij hadden jou in de gaten. Espen? Wij hadden jou in de gaten. Nee, je gaat me toch niet vertellen dat je nou al kwijt bent? Ik ben ja, ooit kreeg ik nog. Grappenmaker. Jag menar Espen. Kom ut då. Leiertje dat je er bent. Nej, men inte helt. Leiertje? Ska vi gå in igen? Nå spørste om jeg gidder å lage kakao til deg. Oh, kom igjen da, jeg bare tuller. Ja, ga nå maar gewoon naar binnen, dan gaan we chocolade nog drinken. Ok da. Ja. Men ikke skrem meg sånn igjen. Ja, lopen. Hij is wel echt heel eng, een soort Schmiegel met een beanie op. Nou, ga je mee naar binnen? Kijk. Jeg kan ikke late som at jeg var noen god mor. Nou. Da Espen ble født, følte jeg til min store overraskelse. Nou, we horen dus nu een soort voice-over, alsof het een soort recordbandje is. Het klinkt een beetje als een soort politieonderzoek. Mitt verste mareritt var blitt virkelighet. Og jeg ble nødt til å oppdra et barn jeg ikke elsket. Etter hvert mistet jeg kontakten med venner. So freaky. Og pappaen til Espen og jeg begynte å krangle mer og mer. Holy shit, kijk dan voor die ruiten staan. Creep. Vieze creep. Nou. Espen, wil je een beetje frokost? Of lunch? Ja, ik heb een egg en bacon. Ze heeft echt een rotstem. Hij is wel uit het staat. Nou, dit is een papiertje. En je weet het, als je dat gaat lezen, dan gaat alles mis. Nou, daar staan we hoor. Dezelfde kleding als die ik nu aan heb. Kortom, of ze heeft gewoon één type kleding. Sterker nog, ze heeft gewoon dezelfde kleding aan als gisteren en eergisteren. Vieze mama. Ah, een radiootje. Nou, hier hebben we warme chocolademelk. En Espen heeft zijn warme chocolademelk niet op. Dan sta ik daar, godverdorie, sta ik daar mijn best voor te doen midden in de nacht. En dan drinkt dat kreng, drinkt het niet op. Okay, jag var väldigt glad i sovrummet vart på hytta. Reflexerna till Espen danset och glittret så fint i solen i vindueskarmen. Och disse tegningene hans sluttet aldrig att fascinera mig. Han tog till sig världen på sin egen måte. Och från den gränslösa fantasin sprette det seg raskt videre til ark med blyanter og fargestifter. Og hver gang føltes det litt som at den mørke og dystre verden ble gjort om til noe rent og enkelt på et vis. Iemand heeft ook zijn eten niet op. Hey, papiertje. Melk, brood, OST, original soundtrack. Oké. Nou. Papiertje meegenomen. Nou, laten we het maar lezen. Dit is het horrorbriefje hoor. Nou, dit ziet er natuurlijk gewoon niet hoopvol uit. Een soort eng gezichtje met... Hey mama. Altijd aan het werk. Oké, laten we maar weggaan. Het valt mee. Ik dacht dat het een stukje heftiger signaal was. En dit is het werk waar we mee bezig zijn. Hier werken we nou dag en nacht aan. Nog een kabinetje. Even mijn handjes verwarmen aan het vuur. Even die broek opwarmen, meid. Want ik vind het echt een lelijk design broek. Ik vind dat zo lelijk. Zo'n leren zitje. Ik bedoel, je hebt er gewoon een krukje. Nou, laten we maar naar buiten gaan. Dit is hier. Oh help. We zijn onze zoon kwijt. Espen. Det kaldt. Hva gjør han her ute? Svar meg, hvor er du? Oh, jeg har en bomhut. Fett. Tada. Allemaal papiertjes. Oh, ik verveel me en ik mis papa. Zoiets zal het zijn. Arme jongen, hij heeft het zo zwaar. Oké. Dat is een eng poppetje. Nou ja zeg. Die rare jongen bewaart gewoon duifjes in zijn blokhut. Ja, er is toch geen tekst hier. Dit is gewoon een dode duif.
duik op zak. Nou, laten we dan maar bij de pier gaan kijken, want Esper die verdrinkt. Oh, er staat iemand naast hem. Hey, ga dan sneller lopen, man. Hi, kom daar weg van zijn min. Huppakee. Oh, herregud, Espen, kom daar weg van. Oké, okay, dit is wel even spannend. Espen, kom Maar Espen, die gaat gewoon vrijwillig mee, Espen. Ja, wat zijn uit het kutten? Denk om je mobiel! Mijn Denk om je mobiel! Maar zo snel, wat are die gör? Espen! Espen! Ga je zwemmen? Espen! Nee! Ja, die kan ik natuurlijk nooit meer inhalen. Espen! Oké, okay, dit is wel vet gedaan. Dat ik gewoon Through the Mist kunnen eten. Onheilspellende drummuziek op de achtergrond. En een vikingboot. Espen is ontvoerd door de vikingen. Of door een of ander raar cultvolkje hier in Noorwegen. Die een soort reenactment aan het houden zijn. Oké. Okay. Nou, daar zijn we dan. Ja, dat had ik je ook wel kunnen vertellen, domme kut. Wat? Espen! Gooi je mobiel in het water? Jij bent ook niet snugger, hè? Jij bent niet snugger, mevrouw. Gooi je mobiel in het water? Dat is toch het domste wat je kan doen? Rijst, ik bedoel... Ja, ik vind dat echt heel dom. Ik bedoel, ze zit midden in het bos. Als ze rijst had gehad of iets in die richting. Nou, niet dat je dat in het bos kan vinden, maar thuis. Ik bedoel, nu kan je weer niemand opbellen. En dan straks klagen. Miauw, 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 miauw. Dat je niemand kan bellen en dat je verkracht wordt. Ja, ik vind dat zo dom. Nou, leuk, zo'n tuinhekje. Nou, Stonehenge. Voorbij Stonehenge. Ja hoor, daar zijn we. Skyrim. Ja, ik had dus nooit van dit spel gehoord. Hallo? Nou, hier ga je dus gewoon hartstikke... Hier ga je gewoon hartstikke dood. Noem maar een, wat is dat nou? Op die manier ga je toch niet je zoon terugroepen? Hoi, is daar iemand? Nee, dat moet angstig moet je doen. Espen! Espen, waar ben je? Nou oké, okay, ik zeg niet dat heel geloofwaardig was, maar ik heb ook geen kinderen. Nog een boekje met een kaarsje erbij. De immersie wordt steeds beter. Thorstein, dat klinkt als dood of zoiets. Prachtig. Det gikk et sagn i byen jeg bodde i som liten, om en skikkelse de kalte Gamle Erik. Det ble sagt at han snek seg inn i folks hus om natten og tok med seg rampete barn. Foreldrene mine sa alltid at jeg måtte oppføre meg, ellers kom Gamle Erik for å ta meg. Det slo meg ikke helt at akkurat da at personen i boken kunne være den samme mannen som i sagnet. Toen viel ik met de deur in huis. Men litt senere var jeg ikke like sikker lenger. Oké, okay, dus er is een soort legende over Erik, de kinderlokker. Het klinkt ook echt heel Nederlands. Erik de kinderlokker. Aan iedereen die Erik heet. You had one job. Nou, nog zo'n leuk verhaaltje. Nou, als je dat had willen lezen, dan moet je op printscreen drukken. 3, 2, 1... Het is voor mij te veel tekst. Maar ja, we doen alles ervoor om nog een keer zo'n voice-overtje van mama te activeren. Hè? Oh! Oké. Okay. Een soort rune. Waarschijnlijk iets geactiveerd, een soort safe ding of zo. Nou, pas op. Kan ik wel altijd verlangd voor. Oké, ik krijg kippenvel.
Zo'n beetje zo'n zomers vakantiegevoel. En dat dan die onweer eraan komt in Frankrijk of zo, in de bergen. En dat het dan daar blijft hangen. Heerlijk. Oh, ik heb echt een kippenvel. Gaaf toch? Nou. Het gaat beginnen hoor. Zwarte. Ser ut som han har dratt vekk brua. Det for langt å hoppe over. Jeg må se om det en vei rundt. Ja, daar ben ik al mee bezig. Ik ben al beneden. Heeft ook een beetje zo'n Firewatch gevoelachtig. Een beetje zo aan het rondzwerven ben, aan het verkennen ben, maar dat je wel in een bepaalde richting geduwd wordt, gelukkig. Niet dat het alleen maar exploration is, oké. Okay. Ik hoorde allemaal gekraak en zo. Bruggetjes. Ja, Espen, ja hoor, daar ligt zijn jas. Nu vriest die dood, die jongen. Nee, Espen. Ja, pak die jas op en gaan. Ikke skade ham. Du våger ikke røre ham. Don't you hurt him. Ho, ik ben de beste voice actrice op de wereld. Ja, ik kom eraan, Espen, ik kom eraan. Oké, waar de moet ik heen? Een vikingbootje hier. En we zijn weer bij een standbeeld. En zo te zien gaat het donker worden. Oké, ik hoor geschreeuw in de verte. Wat is dat? Oké, de sfeer van de game is echt in één keer 100% gedraaid. Het is nu donker. En ik heb een zaklamp. En er loopt een slender troll om me heen. Ik ben triggered. Ja, je bent zo zielig. Ik heb een doorn in mijn voet. I am no tree. I am an ant. Ziet hij me nou? Als ik... Oké, als je bukt dan ziet hij je niet. Ik kan het ook niet aanzetten. Oké, blijf stilzitten. Oké, dit is wel echt spannend. Dit. Hij wordt gek. Trap! Oh, dat is een rune. Of is dat de rune? Heb ik een fucking rondje gelopen, hè? Oké, ik ben gewoon officieel verdwaald. En ik ben nu op het punt aangekomen dat ik zelfs van mijn eigen schaduw schrik. Ja, moet ik nou iets activeren of een puzzel oplossen of wat? Hier is tekst. La 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 la, activeer. Ja, leuk zwaarde, prachtig. Ja, ik weet dat daar dat fucking hutje is. Daar probeer ik ook te komen. Ik weet ook niet waar die troll is. Oh, hier staat hij. Laat maar. Ja, oh, ik kan hierheen. Oké.
Nou, daar heb ik dan een half uur over gedaan. Leuk, keuzes. Gaan we naar rechts of gaan we naar links? Rechts. Jeg vet hvordan det høres ut, men det er sant. Alt sammen. Det kan ikke forklares. Jeg kan knapt tro det selv. Men det skjedde faktisk. Den månen. Da jeg var liten, fant jeg et bilde av foreldrene mine i en gammel skoeske. Jeg lette egentlig skjul etter julegaver. De så så unge og forelsket ut før jeg ble født. Jeg husker godt at de så ut som noen andre personer enn de jeg trodde jeg kjente. Det var liksom noe veldig annerledes med dem jeg ikke helt kunne sette fingeren på. Det var som å løfte et slør av noe som egentlig ikke var ment for mine øyne. Denne øyen føltes akkurat ut som det. Bøkene, trollet og den ødelagte månen. Det var ikke meningen at jeg skulle se noen av de tingene. Jeg hadde tråkket inn i en fremmed hage der jeg ikke hørte hjemme. Oké, we zijn in een dorpje aangekomen. Boekje. Oh, dat is wel vet. Of is dit niet vet? Nee, dit is niet vet. Nee, dit is een beest. Dit is niet vet. Nee, dit is niet vet. Of komt hij straks in één keer omhoog gesprongen? Hij laat me straks schrikken, hè? Oh, er liep een beestje achter me! Ik zweer het, ik word niet gek. Replay. Oh, er liep een beestje achter me. The water. Something in the water that makes my life na-na-na. Doe je zeker? Wat in helvete? Hallo? Ja. Dat is een fucking skelet, daar ga je toch niet tegen praten? Jij hebt het ook niet op een rijtje allemaal, hoor. En langzaam wordt het steeds donkerder om mij heen. Oké, dit gaat instorten. Hou je in godsnaam nou beet aan zo'n touw. Dit gaat mis. Ik rem maar even dat laatste stukje voordat het voordat ik dood ga. Oh, daar zit er weer één. Oké, ik kijk wel wat er gebeurt als ik hem naar die brug toe lok. Kom dan. Ja, hij komt echt. Oh shit. Ren naar die brug. Daar kan hij hier toch niks maken. Hier kan hij hier niks maken. Haha. Of is het de bedoeling? Oké, hij is flink toegetakeld. Oké, ik voel me hier achter dit rotje aardig veilig. Zo, dat ziet er spannend uit, die maan. Beetje Zelda Majora's Mask vibeje. Die maan die instort. Wie fluisterde tegen mij? Iemand fluisterde tegen mij. Dat is echt zo persoonlijk. Ik ga even in het huisje. Hallo? Arnon hier? Help mij, waar zo snel. Erik is hier. Ja, Erik is de kinderlokker. Oké, steeds meer krijg ik het gevoel alsof ik echt achtervolgd word. Beetje die paranoïde die opspeelt. Open op deuren! Jeg prøver bare å finne sønnen min. Det er mulig. Hvor Espen? Nå er det ingen barn igjen her, Erik. Alle er borte. Jeg er det ikke, Erik. Jeg tror det han som har tatt sønnen min. Hvem han egentlig? Hva det han skal gjøre? Hvis Erik har sønnen din, Streifer, det nok ikke noe håp igjen. Okay, åpne av gang de kutter. Har du vært fra døra mi?
Oké, dit zag ik niet aankomen. Stakkers, man. What the fuck? Ja, en al die boekjes die ik onderweg tussen oppak, dat gaat allemaal over verdwenen kinderen en folklore en dat soort onzin. En daar lees ik wel de Wikipedia voor. Hey, Inchel. Zijn min al bevoerd, o jij? Godverdamme. Uur voor zij, dit belktrol. Alt voor zij. Ik haar al een rijje joeten. Hij heeft een babylijkje. Jij letter het, zijn min. Een gammel skjeggete gubbe tok han, og jeg tror de må ha kommet gjennom her. Vær så snill, har du sett dem? Nou, laten we helemaal even lekker hier zitten met zijn baby. Maar hou hem in je vizier, meid. Hou hem in je vizier. Want die draait straks om of die staat straks op. En die laat je dan... Die leg je dan in de foetushouding naast hem. Oké, weg hier. Wat? Oma. Op dit moment staan al mijn zintuigen staan op scherp. Ik heb het gevoel alsof elk moment... ergens iets om de hoek kan komen. Oh, dus daar rent wat. Wat is dat? What the fuck is dat? Wat is dat? Oké. Godverdamme. Oké, dit is voor het eerst dat er echt muziek intens in dit spel is. Oké, echt mijn lichaam dat staat strak op dit moment. Het staat echt strak. Dit in VR is dodelijk. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Daar is hij weer. Het is een soort duivelstaartje. Ik ga het gewoon volgen. Dat zijn je af. Oké. Don't follow the monkeys. Doei. Het is zo'n naar geluid dit, hè? Het is echt zo'n naar geluid. Oké. Blijf weg en blijf op afstand. Hou alles in de gaten. Ik hoorde. Ik zie het niet. Weg. Blind the bitch. Zo komen we steeds een stapje verder. Ze heeft mijn koptelefoon goed. Oh, daar is ze. Ik denk dat het er meer zijn. Oké, blind the bitch. Ren weg. Ik zie niks. Komt ze daar vandaan? Verblind haar. Ren weg. Snel naar de ruïne. Is dit een safe point? Beter, is dit een safe point? Oké, doorrennen, gewoon rennen. En ik denk dat het nog veel moeilijker wordt. Wat is dit? Zwarte gif of zo die omhoog komt? Kut, ze is er dichtbij. Waar ben je? Gewoon rennen. Fucking rennen. En verblinden. Ga weg. Duvel. En rennen.
Ik vind dit nog enger dan die kutte enten. Ik kijk nog even. Het is een schok van mijn eigen gezicht. Waar is ze? Waar is ze? Echt, jongens en meisjes, ik ben hem echt aan het shaken op dit moment. En ik blaas per ongeluk kaarsjes uit. Ga aan, kaarsje. Oké, en verder. Det høres ut som en klisjé. Men jeg trodde monsteret bare fantes i bøker og filmer og drømmer. Men på denne øyen var de overalt. Det falmende vesenet. Hun drepte meg nesten. Den ekle tingen i hulen. Og Erik hadde tatt sønnen min. Jeg ville slå og sparke dem alle sammen. Jeg hadde lyst til å... Jeg ville at de skulle føle frykten selv. Gjør det meg til et monster også. De døde lå der ute i det åpne. Glemt av alle. Da pappa døde, begravde vi ham. Og vi sørget. Jeg fortalte Espen at han hadde dratt til et bedre sted. Og at vi måtte prøve å huske han sånn han var før han ble dårlig. Men var det noen som sørget over disse menneskene? Ble de det hele tatt husket etterpå? Det virket som at innbyggerne på øyen hadde slitt lenge med å klare seg. Og til slutt hadde de bare gitt opp. Men jeg hadde ikke tenkt til å gi opp enda. Jeg hadde ikke tenkt til å la Espen bare bli et minne. Het is alleen wel veel van hetzelfde. Veel lange paden bewandelen, veel dorpjes bewandelen, veel runen tegenkomen, creatures ontwijken. Godverdering, tyfus. Holy fucking tering, tyfus. What the fuck is dit? Rennen, 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 rennen. Rennen, godverdomme. Oké, die dan. Oké, pauze even. A few moments later. Dit was aardig intens even voor mij. Maar dan krijg je als je non-stop aan het spelen bent. Oké, we moeten dus de rhino moeten we even zien te omzeilen. Daar ligt hij. Wordt hij alleen wakker met een zaklamp? Nee, hij wordt sowieso wakker. Ja, wij gaan naar weg, wij gaan naar weg, wij gaan naar weg. En dan blokken met de zaklamp. Echt, ik heb geen idee wat je bent. Maar je bent weerzinwekkend mooi. En je hebt het koud. Kunnen we hier ergens heen? Ja. Oké. Jij lijkt wel echt zo'n creature uit No Man's Sky. Alleen, ben jij wel tof. Ik schijn in je ogen, kom dan maar gewoon hierheen. Kom dan maar gewoon, dan kan ik voorbij je langs lopen. Of, oh, hier zet jij je schoentje neer. Mag ik er langs? Nee, ik mag er niet langs. Je blijft de weg blokkeren. Maar gaan we dwars doen, jongen. Gaan we dwars doen. Oké, kut, lieve. Ik neem afstand. Nee. Fucking tering, kut.
beest. Kijk, en mij volgen dan. Gelukkig ben jij lekker alleen. Wat hoor ik nou weer? Echt, het zit vol met kutbeesten. Het zit helemaal vol, dit spel. Nou, weet je, het is allemaal prima, maar als het maar niet die duivelstaartjes zijn. Want echt, die kan ik gewoon niet meer aan. Mentaal niet meer. Ik kan een hoop handelen. Maar niet de duivelsbitches. De devilsbitch. Oké, de muziek die gaat weer tering doen. Kutstenen. Boomstrong. Ik schrik ze nu zelfs van boomstrong. Kutzooi. Wat is dat? Oh, dit vind ik interessant zelfs in plaats van eng. Maar wat dat is? Wat de fuck zijn dat dan? Dat zijn trollen. Oké. Als ik eens... Waarom heb ik die net niet gezien? Daar ben ik gewoon net gewoon dwars voorbij gelopen. Hoe kan het dat ik dat niet gezien heb? Gaat hij schreeuwen als ik in zijn ogen... Nou ja zeg. Hij is me echt compleet ontgaan. The Eye of Sauron. I see. Nou, laten we even naar de tolletjes gaan. Ik hoop dat ik er gewoon bijna ben. Dat het gewoon bijna uitgespeeld is. Ik ben het nou inmiddels 4 uur aan het spelen. Dank je voor de tip. Ja? Moet ik gaan lopen? Oh shit. Ik denk dat ik gewoon moet blijven zitten. Kutzooi, hij gaat me halen. Hij gaat me pakken, hij gaat me pakken. Ja, ik ben eraan. Ik ga dood. Oké, nou kom je heel dichtbij. Ja, natuurlijk. Godverdomme. Fucking kutspel. Je gaat hem ook vinden. Nou, angst maakt plaats voor haat. Oké, ik ga nu gewoon rennen terwijl ze aan het vechten zijn. De run approach. Loop ik erheen, loop over die fucking boomstam heen. Hij zakt er doorheen. Hij kan dat niet, hij kan er overheen. Godverteringsspel. Oké, de run approach werkt. Ja, leuk. Jullie gaan even vechten. Have to be quiet. Fuck dat. Quiet. Dat heeft tot nu toe niet geholpen. Rennen. Meteen over het boomstammetje heen. En doorrennen.
Fuck die kutbeesten, doorrennen. Fuck Wyatt. Ja, ik weet dat hij achter je aan zit. Doorrennen. Maakt me niet uit, we gaan niet kijken. Doorrennen. Oké, geef me nu een fucking kutrun. Plop maar op, laat me maar schrikken. Geef me die rune. Pianomuziek is ook goed. Doorrennen en niet achterom kijken. Give me safe, yes. Ik doe een moord voor een cutscene. Oh joh, dit ziet er vet uit. Het noorderlicht. Oké, gaaf. Oké. Det må være huset til Erik. Kanskje Espen er der inne? Oké, we komen richting het eind. We zijn bij het huis van Erik. Hier ligt een lightsaber. Ligt hier echt een light? Ik weet niet of ik dit nou wel of niet lauw moet vinden. Oké. Ik vind het een klein beetje lauw. Maar het is geen Easter egg. Dit is geen Easter egg, jongens. Dit ligt gewoon in het zicht. Oké. Nou, het voordeel van de twijfel dat het lauw is. Wat vinden jullie? Vinden jullie het wel of niet lauw dat er een lightsaber daar ligt? Hulen på toppen var som tatt ut av et mareritt. Leker og barneklær. Oh, het is kinderspeelgoed. Eiendelene til 100 barn eller fler bare kastet rundt som gavepapir på julaften. Det var et gravkammer. Så forferdelig redde disse barna må ha vært. Og forvirret. Det eneste betryggende de hadde igjen. Revet fra dem. Jeg visste da at jeg ikke bare skulle ta igjen Erik og redde sønnen min. Jeg skulle drepe han. Oké. I'm intrigued. Nog meer lightsabers. Nou, laten we eerst eens even kijken wat er allemaal hier bij dit altaar is te zien. Oh yo, Game Boy Color. Zo'n robotje wat ik altijd al had willen hebben, kan ik niet even wat spulletjes meenemen? Is dat, ja, dat is de DeLorean! Fucking lauw. Oké. Deze gasten weten wel hun franchises. Moeten we zeker op zoek gaan naar Espen. Oh, hier staat ook gewoon bij wat ze hadden. SNES, Nintendo 64. Spider-Man figure. Oké, dit is wel grappig dit. Espen, daar staan we hoor. Moeten we het nog aanklikken? Of moeten we nog meer inzoomen? Reflectors. Brave and smart kid. First one. Leaving traces behind. Things I didn't notice. Oké. Oké. Nou, we hebben hier wel een. En waar staan de vinkjes voor? Willing. Oh. Maar Espen die heeft waarschijnlijk ook zelf zijn krabbeltje erin gezet. En dit is de Kickstarter. Oké, staat er rechts onderin. Kickstarter. Zouden dit dan de namen zijn van de mensen die geld geïnvesteerd hebben? Nou, laten we dan maar gewoon het huisje in gaan. En hopelijk dat we daar dan de eindconclusie aan te gaan treffen. Mama! Nou, zit hij daar gewoon te chillen. Ik vond reflexen mine. Ja, ik vond dem. Ja, maar dat weet onze basisvriend ook. Har han gjort det noe? Nei, jeg har det bra. Er du helt sikker? Ja. Oké, kom igjen. Vi må vekk herfra nå. Oké, nå kommer Erik. Mamma! Han kan komme tilbake når som helst. Vi må bare løpe. Hallo? Vi kan ikke la oss bli fanget her inne. Mamma, hør på meg da. Hva er det? Vi må komme oss vekk.
Jeg blir ikke med deg. Hæ? Hva mener du? Ik heb mezelf opgegeven. Jeg kan ikke bli med deg, mamma. Jeg la igjen sporet så jeg kunne si ha det til deg. Espen, du vet ikke hva han har tenkt å gjøre. Jeg har sett og lest ting. Jeg tror han skal... Jeg vet det, mamma. Jeg vet hva han skal gjøre for noe. Og jeg vet hva jeg må gjøre. Ok. Espen? Nå kommer han. Fort, hjem deg. Ok. Du skulle ikke ha kommet opp hit. Ok, hij heeft een lauwe stem. Du er en morder. Du stjeler barn vekk fra hjemmet deres. Skjebnen jeg lider ikke akkurat en jeg trives med. Det var ikke jeg som valgte det. Din skjebne? Hva med barna? Alle de barna? De er utvalgte. De har ikke noe valg. Men noen av dem, som din egen gutt her, kommer til og med frivillig. Ja, barn, ditt jævla udyr! Du kan ikke velge om de skal leve eller dø! Du lyver til dem og lokker dem med deg! Jeg ljuger ikke til dem. Jeg forteller dem bare hva som nødt til å gjøres. Vi har ikke tid til dette her. Nærmer seg soloppgang. Espen, vi må dra! Hold deg unna! Ikke rør ham! Oh, bra, mamma! Det kommer til å gå bra! Ikke gjør henne noe! What the fuck, doe je? Dat had je naar niet moeten doen. Det er ikke opp til deg å beskytte meg. Mamma! Huppakee, neergehoekt. Jesus Christus. I'm sorry. Mm-hmm. Oké. Okay. Ah, daar staan ze. Opschiet, dan red ik het nog op tijd. Maar eerst komen die duivelsbitches zeker weer. Leert me dat. Wat de fuck doet hij? Dat is die wolf. Oké. Okay. Hoop dat lijkt te helle. Nou, denk ik dat het goed is om uit de buurt van die wolf te blijven. Oké, okay. De zon die zorgt ervoor dat de wolf in de fik staat. Behalve maar zo even ook een nestmuur en liedjes slagen. Fuck, ze zijn hier binnen. Jij mag voortakken, hè, fakkel. Ulven er redden voor in. Welke torch? Ik zie die. Oh shit. Kutzo. Oké, ik zit in het nauw. Ik ben in het nauw gedreven. Kutzo. Oké, dat ik weet niet. Hij glimde even heel mooi. Hier kan hij niet. Hier kan hij niet komen. Hier is de maan. Oké, dat werkt. Oh, als jij maar gewoon niet beweegt, dan vind ik het allemaal goed. Pak die torch. Riedere kwijt mijn reden haf hier eerder te vinden. Dank, broeder. Ringama, broeder. Ik kommer med i Jaffessa. Hei! Vær så snill og ikke skad meg. Jeg prøver å finne sønnen min. Jeg hører dere snakke. Skjønner dere hva jeg sier? Vær så snill. Ikke drep meg. Jeg kjenner til dere to. Jeg vet at dere fanget her nede. Heimsk ris omkring galer som er hav. Jeg berger din rettslærlig til. Is zo intens deze gameplay.
moet hebben. Niet kwikwinder hier aan vangie. Heinga en vrein of deel. Orum haf ik bieda nu. Litt lenger kna et bieda. Jævla kjøtere! Jeg kan hjelpe dere, bare la meg gå! Wat zei jeg om? Kom vil råda med oss, broder. Oké, ik heb dus zojuist een deal met de wolven gemaakt. Ik heb een sleutel in mijn hand, die heb ik bij Erik heb ik die gestolen. En waar het op neerkomt is dat of deze wolven die hebben het eeuwige leven, dat is misschien wel handig om even te vermelden. Of we blijven hier in de ruimte en zien wie het eerste doodgaat. Of ik laat ze eruit en zij beloven dat ze mij laten leven. Maar dat weten we niet zeker. Maar goed, ik moet sowieso die deur openen. Dus daar gaan we. Ik zou de deur op slot doen. Nee. Mai, vent! Dere låte! Vokaler ender. Låt oss taga hanar. Skål! Og ser brøttene hanar. Leider griser. Kom av, broder. Engel er lenger for oss. Laat oss så vatken av, sier du. Huppakee, gewoon doorlopen. Laat ze maar lekker doorpraten. Maakt me niet uit wat voor foldertjes en boekjes en ramshoornen ik gemist heb nu. Mira was heel verfeerlijk. Tanken op dat Espen had gått genom det stedet gav mij frysninger in til beina. Jeg savnet ham. Mira sugde til sig det siste jeg hadde av følelser. Jeg møtte en vegg av håpløshet jeg ikke hadde kjent før. Det var som om noe hjemsøkte mig. Jeg glemte hvordan Espen så ut. Ansiktet hans. Jeg glemte meg selv. Noen ganger skulle jeg ønske jeg kunne glemme alt på den måten igjen. Ik wil niet eens bij de in de buurt komen bij de beest. Go. Oh, ik wou dat ik dit spel gestreamd had. Dan had ik mensen nu om mij. Godverdomme. Duivels, kutbeesten. Oké, er zijn ergens ruïnes. Oh, herregud. Wat is er nou? Oh, Jezus. Mai. Wat? Herregud. Oh, dat is gewoon Odans hamer. Thor's hamer. Daar komt de bliksem vanaf. Oh, what the fuck? En al die keuzes weer. Ga ik naar beneden? Wat? Shit. Hallo? Ja, ja, ventet. Holy fuck, Falkor. Uit de Neverending Story. Fitt. Wat er du? Hvordan er du fortsatt i livet? Det er jo ingenting igjen av deg. Jeg er galm. Vokter av borden. Vokter av hel. Den sorte dame. Jeg var hvertfall det. For gammel nå. Så svak. Men det er ikke viktig lenger. Hjelp meg. Den sorte dame er hel? Sier du at hel er her ute et sted? Jeg vet ikke hvordan jeg kan hjelpe deg. La meg slippe å lide. Nou, dan gaan we nu het hele beest gaan we vermoorden. De heks kan opera zingen. Den zangen. Heksen. Mamma, jeg vil ha den her. Gråt en sånn hjemme, Espen. Kom igjen. Mamma, jeg vil ha den! Gjør som mamma sier, Espen. Det kommer ikke på tale, Espen. Kom, okay, sa jeg. Det nu gewoon, men jeg må ha den, mamma. Det føles bare feil. Ja, ik vind dit wel heel erg vet gedaan. Men... Doe me een beetje denken aan het eind van Life is Strange. Dan krijg je ook een beetje op deze manier een aantal flashbacks en belangrijke punten van het verhaal te zien. Ik wil niet zeggen dat hij aan. Nou, krijgen we dat nog een keer, zo krijgen we nog twee van die verhaaltjes. Waar, dus hier? Du hoort mij.
Jeg synes at vi skal skille oss. Og her kommer det endelig fram. Men det greit. Nå tar jeg med meg Espen. Ikke faen! Tror du virkelig jeg tør å overflate ham til deg? Du brakk jo armen hans for helvete! Okay. Når skal du slutte å holde det mot meg? Det var et forbannet uheld. Et uheld! Og du har sett på meg siden som et eller annet udyr. Hun ljuger. Jeg har aldri slått hverken henne eller Espen. Jeg sverger. Stille! Vær så snill! Sett deg ned, nå! Retten finner medhold med den fornærmede fru Dahl. Hun vil få beholde enestående omsorgsrett for sønnen Espen Dahl. En tiltalte ilegges permanent besøksforbud som trer i kraft umiddelbart. Ok, fett som rettssak. Herr Dahl, de forbys herved noen form for kontakt med ditt ekskone og sønn, og må til enhver tid holde en avstand på minst 100 meter fra dem, deres hjem, Espens skole og hennes arbeidsplass. Retten er hevet! Nei! Det er ingen enkel måte å si dette på, så jeg går rett på sak. Din mann ble dessverre funnet død i leiligheten sin i ettermiddag. Å, herregud. Å, nei. Så langt peker alle spor mot at han har begått selvmord, men det er fortsatt under etterforskning. Dere er trygge nå. Du og Espen er endelig trygge. Unnskyld. Jeg er så lei for det. Jeg skulle ønske jeg kunne ta det tilbake. Ok. Det er det verste jeg noen gang har gjort. Og jeg elsket ham virkelig. Men jeg elsket Espen også. Og jeg ville gjort hva som helst for å beholde ham. Jeg hadde ingen anelse om at faren hans ville... Nå kan du se en enkelt et plott. Jeg gjorde fryktelig tabbe og ødelagt alt. Og jeg kommer aldri til å tilgi meg selv. Mag du naar het volgende verhaal? Er du fornøyd nå, ditt jævla hespedre? Dit wist ik niet dat dit dat we hierheen zouden gaan. En langzaam komen we in de buurt van Erik en Espen. Dit ziet er allemaal wel heel spannend uit. Ik dacht een uur geleden al dat ik aan de top van de berg was gekomen. Maar nu hoop ik eindelijk op de top van de berg te zijn gekomen. Ik ben blij dat het licht is. Ik ben echt zo blij dat het licht is. Geen rare creatures meer die me kunnen laten schrikken die ergens in de bosjes zitten te campen. Oh, de kramp in mijn vingers. Ik kan het niet meer aan. Holy shit. En daar komt de wolf van de bergen en die groeit langzaam omhoog. Nou. Insert Rocky Balboa team. Is dit dan het sacrifice punt of zo? Mama, jeg må gjøre dette. Nei, Espen. Du trenger ikke. Det er uendelig What? Mange barn i verden. There are other children? Du trenger ikke være deg. Vær så snill. Hold kjeft, din feige drittsekk. Ik denk dat mama zelfmoord gaat plegen. Ik ben zo stolt op haar. Du är väldigt modig, men jag vill inte att du ska göra det detta. Var så snill, gutt min. Jag trenger dig. Mamma. Jag är stolt av dig också. Espen! Nej, stopp! Nej, Espen! What? Okej, nu komen we in de poorten van de hemel terecht of iets in die richting. Nou, we zijn gelukkig in het water beland, dat scheelt. Espen, hoor je mij? Oh, dat is het steigertje wat dan is afgebroken, ja. Natuurlijk. Espen, Espen, ik kom af van mij. Dat is het verhaaltje.
Ja, tuurlijk, save Espen. Wat denk jij nou? Nee, Espen. Ik blijf wel van lekker eieren drukken. Kom tilbake til meg, Espen. Kom tilbake. Oh, Gud. Espen. Wow. Jeg så lei for deg. Jeg så glad i deg. Jeg glad i deg, Lille. Jeg hadde op zijn minst wel een achievement willen hebben hiervoor. Farvel nå, gutten min. Håper du trygg der du I rådhus og biblioteker, i frisørsalonger og barer, det folk som aldri kommer til å få vite hva Espen gjorde for dem. Hva han gjorde for oss alle. Verden går bare videre som den alltid har gjort. Arrogant, uten bekymring. Men det har sin pris. Jeg klarte ikke redde ekteskapet mitt. Og heller ikke Espen. Men han reddet oss. Han beskyttet oss alle. I hvert fall for en stund. Han var en liten gutt. Den vakre sønnen min. Og jeg måtte kysse han farvel. Hjertet mitt blir aldri helt igjen. Han var så mye bedre enn jeg noen gang var, på alle tenkelige måter. Jeg vet ikke hvor han nå, eller hvor veien hans går, helt alene. Men uansett hvor han så jeg utrolig stolt av ham. Jeg var så ufattelig glad i ham, og det jeg fortsatt. Espen var min beste venn, min lille yndling. Nou, gaat zij nu dan de job van Dingetje overnemen? We mistet hverandre. Og jeg tror ikke jeg klarer å tilgi meg selv for det. Die voice recorder die we tegenkwamen. Men nå klarer jeg å tilgi Espen. Jeg later ikke som jeg var noen god mor. Men jeg oppdro en god gutt. Alt jeg kan gjøre nå å sørge for at offeret hans ikke var forgjeves. Nou, ik weet niet of ik heel erg blij moet zijn met dit eind, maar ik ben wel blij dat het het eind is. Ontzettend bedankt dat je naar deze Let's Play hebt gekeken, dat je de moeite hebt genomen om zo lang naar deze video te kijken. Ik heb heel erg mijn best gedaan om deze video te editen, om hem in te korten. Ik zal hem hier en daar van muziek hebben voorzien. Hier en daar zullen er wat grapjes in zitten. En ik hoop dat je op die manier makkelijk naar een soort mini Gamer Geeks movie hebt kunnen kijken. En dat je eigenlijk een beetje hebt kunnen zien wat Through the Woods is. Ga je Halloween vieren? Dan wil ik jou een hele fijne Halloween toewensen. En anders kijk je naar andere Let's Plays op dit kanaal. Want ik ben niet de enige die een Halloween Let's Play heeft gemaakt. Nogmaals ontzettend bedankt en hou ons kanaal in de gaten. En ik ga nu rustig naar mijn bedje toe. In de weet dat Espen gestorven is. Laters jongens.